ADO Den Haag staat bekend als een volksclub. Een voetbalbolwerk in het Haagse Zuiderpark. En ADO is een familieclub. Ik weet niet of dat ik een jaar of 8 was, denk ik. 8. En toen ben ik al als E-junior naar ADO gegaan. Ja, en dat was gelijk al indrukwekkend. In veel families speelt ADO een belangrijke rol. De liefde gaat over van generatie op generatie. Ik kom er natuurlijk wel heel erg van als klein jongen om bij ADO te spelen. Het is mijn club, het is zijn club. Volgens mij was ze heel erg trots, echt heel erg trots. Ik zie de parallellen gewoon. Je bent meegenomen en je loopt er eigenlijk nog steeds. In deze film zien we de bijzondere verhalen binnen hechte ADO-families. En we krijgen een rondleiding op de aftrap, het vernieuwde jeugdcomplex. Want daar lopen de echte kinderen van de club. Weet je, als je met die ooievaar op je borst mag lopen, dan moet je sowieso trots zijn. En dan moeten we weer dik in de veren, hoog op de poten en een grote bek uit gaan stralen. Want dat is waar ADO voor staat. Het eerste elftal van ADO Den Haag speelt sinds 2007 in het Kyocera-stadion in het Forenpark. Maar ook in het oude, vertrouwde Zuiderpark klopt nog altijd het hart van de Haagse voetbalclub. Ja, je bent in het Zuiderpark, waar de opleiding ook altijd gestaan heeft. En waar het stadion heeft gestaan. Er is nu een sportcampus, een nieuwe sportcampus. En hier heeft het oude gebouw gestaan van ADO Den Haag. En nu staat een heel nieuw gebouw. Hier zitten alle jongens. We hebben de kleedkamers van de onder 8 tot en met de onder 19. Dus ze hebben allemaal hun eigen kleedkamer. En uiteraard met de groen-gele tegels. Die zijn terug. Nou, aan de wand zie je al spelers die bij de opleiding zijn begonnen. Van de aftrap naar de WK-finale in 2010. Ook voor de jongens om dat iedere keer te zien en terug te zien van hey, wat wil ik bereiken? Wat hebben jongens vanuit Den Haag en vanuit onze eigen academie, wat hebben ze allemaal bereikt? Nou, is dit natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. En dan krijgen we onze publiekslieveling, Tommy. Nou, die hebben we ook eigenlijk wel een beetje neergehangen dat als je de gang inkomt, dat je een typische ADO Den Haag speler ziet. Die ook vanuit deze opleiding het eerste elftal heeft gehaald. Nou, staat er al onder onze trots. We zijn er allemaal bijzonder trots op. Niet alleen binnen zijn Haagse helden te bewonderen, maar ze staan ook gewoon op het veld. Alexander Rankovic bijvoorbeeld is trainer van de talentvolle onder 19. Hoe is dat? Hebben ze 4 keer gedaan? Voor mij was dit echt de ADO-plek. Kijk, eens, niks tegen de Kyocera-stadion, maar ik vond deze plek had wel iets speciaal. De Loge brengt in de derde goal van ADO 1-0. Het is verdiend, de 40ste minuut. Doelpunt van Rankovic. Den Haag is mijn tweede stad, laat me zo zeggen. Belgrado is mijn eerste stad, daar ben ik geboren. En Den Haag is mijn tweede stad. En ook Cedric van der Gun, geboren en getogen in Den Haag, staat dagelijks op het veld. Als trainer van de onder 14. Wat een ruimte voor Van der Gun. Van der Gun, ja! Ik heb een heel mooi jaar gehad met Heini Otto als trainer bij de B1 van Den Haag, dat we kampioen werden van Zuid-Nederland. En dat was natuurlijk in die tijd was dat ongelooflijk leuk als jeugdspeler, dat je met de top mee kon. Dat was een mooi jaar. En 2 jaar in het Zuiderpark met het eerste, waarin we denk ik goed gepresteerd hebben. En ook een hele leuke spelersgroep hadden, dus daar heb ik heel veel plezier aan gehad. Varel, waar is je naartoe gemoeten? Heel goed, dat zullen we mee. En dan zijn er nog de talenten van de onder 15. Zij leren dagelijks de fijne kneepjes van het voetbalvak van oudspits Rick Hogendorp. Dribbel in. Dat vallen juist uit de lijn. Aanname. Hogendorp speelde in de A-jeugd van de ADO Amateurs. En later maakte hij zijn debuut bij de profs. Op zo'n 100 meter van de plek waar hij nu training geeft, kende hij verschillende hoogtepunten. Ja, met debuut natuurlijk sowieso voor ADO. Dat is denk ik in 94-95 geweest. Supermooi. Een hele mooie nacompetitie gespeeld in 94-95 met 7 doelpunten. Maar ook mijn terugkomst vanuit Duitsland en zeg maar mijn laatste periode voor ADO in 2006. Dat ik scoorde thuis tegen Utrecht de 1-1. Dat zijn wel supermooie momenten, maar dan praat je natuurlijk over de momenten in het Zuiderpark. Kolk, Hogendorp.
met zijn eerste goal weer voor ADO Den Haag. Het is 1-1. Wat een rentree voor Ricky Hogendorp. Kijk, hey Alex, kijk naar mij. Ik maak ruimte. En nu blijf ik alleen maar lopen. En dan is die gewoon ruimte voor jou. Geef niet. Maar zie je, ik loop weg, ik kijk en dan blijf ik lopen. Jij gaat lopen en dan moet je wachten. Hij geeft niet en dan sta je hier stil. Wat gaat de verdediger doen? Nee, maar ik kan jouw beet pakken. Scheidsrechter cynisch, je beetje kan helemaal niks meer doen. Kom maar! Uiteindelijk is dat natuurlijk een periode van zeg maar de terugkomst in het Zuiderpark, waar je degradeert. Wat natuurlijk pijn doet voor iedereen die ADO lieve leed gedeeld heeft. Dan heb je een super slecht jaar in de Jupiler League, speel je niet alles. Veel kritieken gehad als team, als club, financieel bijna failliet. En dan promoveer je uiteindelijk in de na-competitie. Ja, en dan komt denk ik bij iedereen die er toen bij zat de emotie los natuurlijk. En daar het bevrijdende fluitsignaal. Na één seizoen keert ADO Den Haag terug in de Eredivisie. En wie had dat kunnen denken? Dit is toch mijn club. Al zeggen anderen van niet, maar dit is mijn club. En vorig jaar natuurlijk teruggekomen wat niet goed gegaan is. En nu ben ik een jaar terug. Dat is gewoon mooi. Spitsen leven voor doelpunten. In februari 2009 bereikt Hogendorp een ongekende mijlpaal als hij in het Kyocera stadion mag aanleggen voor een vrije trap. Dat is denk ik toch wel een beetje kroon op mijn carrière geweest om daar tegen NAC mijn 100ste doelpunt in de Eredivisie te maken. En dat heeft me wel veel gedaan. Maar kan die bal erin? Dan moet hij in de korte hoek. Hij gaat in de verhoek en hij verrast dan mee ten Rauwelaar. Het is een mooie goal, het is een onderste. Je bent 15 jaar ben je met iets bezig geweest. En als je dan aan je einde van je carrière zit en je maakt je 100ste doelpunt in de Eredivisie, wat maar 60 mensen gedaan hebben, ja, dan doet dat wat je. En nog steeds. Uitgerekend hij, dat is dan weer zoiets dat alleen in de sport en in dit geval in de voetballerij kan gebeuren. Het mooiste wat je hebt mogen doen. Saka, agressief. Ja, diep. Niet zo diep. Dat is niet te verdedigen. Je moet hem lokken. Dus het is diep. En dan moet je aanzetten. Ja? Je moet hem lokken. Je moet mij lokken dat ik kort zit. Je bent liefhebber. Ik ben nu trainer aan het worden. Beginnend trainer, wat ik super leuk vind met de jeugd. Maar spelers zoals Rankovic, die al wat langer in het vak zit nog steeds. Je moet trainer worden. Je bent veel te veel liefhebber nog steeds. Je bent nog steeds voetballer. Je moet trainer worden. Misschien is dat nog wel. Ik vind het zo'n leuk spelletje. Hier, het is niet diep. Jawel, ik zag je net. Het is laag zitten, man. Laag. Voetenwerk. Niet diep. Ik geloof niet in talent. Dat heb ik zeker bij de jeugdopleiding zo vaak gezien. Dat is, ja, iets wat ben je niet geboren. Niemand van ons is geboren met DNA van voetbal. So, het is alleen maar keihard werken en hoe graag willen top bereiken. Prima! Juist! Dat is het, man. Tempo! De jeugd van ADO Den Haag speelt dus nog altijd in het Zuiderpark. En er is nog steeds veel talent. De onder 16 speelt deze zaterdag tegen Sparta. En de spelers worden voorbereid door trainer en oud-prof Martijn Reuser. Nou, goedemorgen jongens, nogmaals voor menig spelen. Ik heb iedereen volgens mij een hand gegeven, uiteraard. Nou, derde competitiewedstrijd tegen Sparta. Wat weten we van die gasten? Ze zijn aardig in vorm dit jaar. Ze zijn aardig in vorm. Mag ik benoemen dat wij ook wel aardig in vorm zijn? Ja. Jawel, toch? Nou, verdedigen, uitgangspositie. We gaan hier weer het blok maken. We willen uiteraard de bal het liefst dwingen naar de bek. Als die bal naar de bek gaat, Joppe. Vol erop. Wel een beetje inzakken als je niet in, zeg maar. Oké, dus niet te makkelijk laten uitspelen. Nou, op één lijn staan vind ik dat het hartstikke goed gaat. Alleen het coachen constant 90 minuten. Dus als die bal richting Dante gaat, de jongen die gaat richting Dante. Coachen. Dan ga je coachen. Dante, komt hij in je rug? Andersom, Dante. Oké, en dat wil ik dan graag dat je dat op zo'n stem doet zoals ik het nu doe. Niet met mijn accent uiteraard, maar wel positief, hard en duidelijk. Wat staat daar dan? Als het kan, meteen diepte zoeken. Loopacties diep zonder bal, anders op balbezit spelen. Oké. Als je hier die bal verovert, willen we dan altijd daar de bal hebben? Nee. Oké.
Waar willen we, als je nu naar dit plaatje kijkt, waar kan hier nu ook ingespeeld worden? Oké, okay, Sam. Stel dat je nou vrij bent, Sam. Doorlopen. Dan ga je lekker doorlopen. Doorlopen. En als je dan aangevallen wordt, dan krijgen we weer loopacties van buitenspelers. Variëren heb ik net besproken. Korte corner heb ik net besproken. En we gaan nu even, nog even beelden bekijken. En dan gaan we, zijn we er klaar voor. Hopelijk. Nou, dit is wat ik heb gezegd, hè, Anthony. Boom, je komt er eigenlijk. En dan moet je eigenlijk maar één gedachte hebben. En dat is voor iedereen. Kortste weg naar de goal. Heeft hij daar heel moeilijk gedaan voor zichzelf? Nee, het was gewoon een goede aanname. Boom, naar de goal toe en binnenkant voet afwerken. Oké. Okay. Ik vind het even goed geweest. Ga je lekker voorbereiden. Je mag nog eventjes naar de voetbalwedstrijd kijken. En als ze klaar zijn, dan gaan we het veld op. Ja? ADO dat voetbalt in het Zuiderpark. Voor veel Haagse voetballiefhebbers is het een vertrouwd beeld. Koos Roeg is tegenwoordig supporterscoördinator van de club, maar hij kwam hier al als kleine jongen. Nou, ja, hier zat natuurlijk vroeger ons stadion. En ik ben hier eigenlijk voor het eerst als kind van een jaar of 12 denk ik gekomen toen mijn eigen vader hier voetbalde. Misschien wel 10. En toen ging hij zondags voetballen en ik kon met zijn seizoenkaart het stadion in. Nou ja, later ben ik daar natuurlijk supporter geworden en gebleven. En uiteindelijk heb ik hier ook mijn werkplek een jaar of 7, 8 gehad. Dus ja, voor mij is het wel heel, heel bijzonder altijd nog om hier te komen. Er zijn heel veel herinneringen. Volgens mij lag dit veld lag andersom. Dus dit lag, die speelde zo in plaats van zo. En daar lagen nog twee oude voetbalveldjes die iets te klein waren volgens mij. Daar heb ik zelf ook nog op gespeeld en op getraind. En dan aan het eind van die voetbalveldjes had je het hek. Het hek van het stadion. En dat hek herinner ik me ook in verschillende fases. Want iedere keer als er hier wat gebeurd was, werd het hek groter of een extra rij prikkeldraad opgespannen. Want het was meestal het hek waar iedereen overheen vloog. En dan daarachter lag dat stadion. Die tribune die stak een beetje zo hier naartoe. En dan kon je zo'n ouderwetse Engelse tribune natuurlijk, die lange zijde. De wedstrijd daar kwamen al die mensen hier naar binnen. Dus dat is wel een beeld wat gewoon wel jammer is voor deze jongens die nu hier zitten, dat ze dat niet zeg maar meepakken op dit soort dagen. De liefde voor de club ging over van vader op zoon. En toen was er die ene dag waarop de zoon, Anthony, werd gevraagd om zelf bij hun club te komen voetballen. Ik kan me nog heel goed herinneren het moment dat hij bij Haaglandia speelde. En dat hij maakte veel doelpunten daar, viel op. En op een gegeven moment maakte hij echt een heel mooi doelpunt en toen stond er een scout langs de lijn van ADO. En die zei tegen mij van ja, nu is het gebeurd, nu ga ik hem echt uitnodigen. Ja, ik was echt heel erg blij toen. Ik kom er natuurlijk wel heel erg van als kleine jongen om bij ADO te spelen. En dan krijg je te horen van ja, je mag bij hun spelen en dan ben je wel echt heel erg blij. Nou, toen kwam het moment dat hij inderdaad mocht tekenen. Dat hij heen mocht. Ja, dat zijn wel hele speciale momenten. Dan trek je dat shirt aan en dan... Normaal koop je hem altijd bij de fanshop en nu hangt hij in de kleedkamer. Dan is het toch wel een mooi moment. Dan gaan we naar de nummer 9. Dan gaan we tegen doen. Roeg. Ja. Anthony Roeg. Ja. Ken je vader nog, man? Ja, dankjewel. Je krijgt de eerste keer tegen Ajax, weet je wel. Dat soort dingetjes. En dat zijn wel hele mooie herinneringen, hoor. Ja, volgens mij was hij heel erg trots. Echt heel erg trots. Ik denk dat hij heel erg blij was dat ik het shirt aan mocht trekken. Ik denk dat hij dat moment ook niet snel meer gaat vergeten. Dat went eigenlijk heel moeilijk, zeg maar, in positieve zin van het woord, weet je. Ja, ik bedoel, het is mijn club, het is zijn club, weet je wel. Hij moest bijvoorbeeld bij binnenkomst, hè, moest hij aangeven van met al die kinderen van wie is nou jouw favoriete speler. En die trainer die kwam naar me toe en die zei van joh, moet je zien. Nou, zeg, ik heb allemaal Messi's en Ronaldo's. Nee, hij zegt in één Wesley Verhoek, dat was dan Anthony, want die heeft zijn favoriete spelers gewoon bij ADO wat hij zit. Anthony speelt als aanvaller in de onder 16 van zijn club.
Maar de weg die moet leiden naar een bestaan als profvoetballer is nog lang. Sparta onder 16 wint met 2-0 in het Zuiderpark. Je bent onwijs trots dat hij dit doet, maar je hoopt natuurlijk dat, dat hij ooit het eerste gaat halen. En daar hoop je maar voor dat alles goed gaat. Weet je? Maar het kan niet altijd goed gaan natuurlijk. Dus dat geldt voor iedere voetballer. Hè? Jongens die in deze leeftijd scoren ze de ene week een 10 en de andere week scoren ze een 1. Weet je wel? Dat kan heel erg fluctueren natuurlijk. Mikey Mulder gaf ik eventjes een soort veeg uit de pan over dat coachingsverhaal. Daarna pak je het prima op met Rivano of met Joppe in de voeten. Was diep, was een hele goede aanval. Maar ja, je hoopt wel dat dit zeg maar het begin van wat moois is. En tegelijkertijd hebben we gewoon hele mooie momenten al gehad. Weet je wel, mocht het op een gegeven moment het niet halen of het eindigen ergens, dan hebben we wel met deze groep fantastische dingen meegemaakt. Zo was er vorig jaar bijvoorbeeld het kampioenschap met de onder 15. In de kampioenswedstrijd werd Roda met ruime cijfers verslagen. Waarna het elftal van Rick Hogendorp en Patrick van Dullemen de schaal omhoog mocht houden. Het zijn die herinneringen die elke voetballer koestert. Dus laten we hiervan leren dat we de eerste keer, wat ik nu heb geconstateerd, dat we een beetje elkaar hebben laten vallen, maar ook jezelf, door niet meer met elkaar bezig te zijn. Nou, laten we daarvan leren dat we dat echt niet meer gaan doen. Ja? Oké, even de wonden likken. We gaan even een weekend houden en dan gaan we maandag weer fris werken naar Roda toe. Een andere speler uit de onder 16 is Sam Stijn. Na afloop van de wedstrijd tegen Sparta neemt hij met zijn vader, ook een kind van de club, de belangrijkste momenten nog even door. Nee, die goals waren niet nodig, maar je had wel één kansje nog, hè, bij de eerste paal. Ja. Oh ja, klopt. In die vrije trap, ik dacht misschien nog in de korte hoek. Ja, dat was een beetje te hoog was die. Ja, dat was dat. Ja, dan ging die bal van mij tegen Barcelona. Ja. Maurice Stijn groeide op bij ADO, speelde jarenlang in het eerste en werd later zelfs hoofdtrainer van de club. Kijk, dit is echt nog een. Dit is echt een hele oude foto. Dit waren de E-junioren. Met onze oude trainer Fred van Dijk. Zie je het oude gebouw nog van ADO? En dat. Dit is. Bijna 35 jaar geleden. Dus kun je nagaan. Moet eens kijken wat een kleine mannetjes we waren. En uiteindelijk wilde je hier voetballen. Dat is een gevoel dat je zo tussen de 10 en 12 jaar van je jeugd daar doorbrengt. Bij het Zuiderpark, met de fiets naar het Zuiderpark of met tram 8 of 9 van waar ik woonde. Ja, en daar zag je de jongetjes elke dag. En de ouders gingen heel goed met elkaar om, van alle elftallen. En je had toen nog het barretje bij ADO en daar zaten alle ouders. Na de wedstrijd van de kinderen altijd aan een biertje. De ouders gingen ook vaak met elkaar daarna uit eten of Chinezen. En wat ook heel opvallend was dat als je op zaterdag gespeeld had met de jeugd, dat je op zondag vaak of bij FC Den Haag ging kijken bij het eerste, want je kreeg een kaart en dan mocht je op de westtribune staan. En vaak was het gecombineerd dat als FC Den Haag thuis speelde, dan speelden de ADO-amateurs uit. En dan, of je ging bij de amateurs van ADO kijken. Die ging gewoon standaard. Was zondag was ook voor heel veel jongetjes uit die tijd was dat ook van 's ochtends 8 tot ja, vaak 's avonds 6, 7 uur was het ook bij ADO wedstrijden kijken van de senioren elftallen op zondag en heel veel voetballen met elkaar. In 1996 deed Maurice Stijn iets unieks. Hij maakte de enige en dus winnende goal tegen een van de beste clubs ter wereld. Nu door Stijn. Tegen Barcelona. Een vrije trap tegen Barcelona. Het is de 21ste minuut van de tweede helft. En een fout van Lopetegui natuurlijk. Maar goed gezien van Maurice Stijn. Dat kan niet iedereen zeggen. Dat kan maar niemand zeggen. Nee, dat kan niemand zeggen. Nee. In Den Haag zeker niet. Het voetballeven van vader en zoon Stijn loopt voorlopig via dezelfde weg.
Maar er zijn ook verschillen. Zo kwam Sam, als zoon van trainer Maurice, al heel dicht bij het eerste elftal. Nou, dit was van, deze heb ik gekregen van Bulekin. Dat was na de wedstrijd tegen Groningen. Groningen uit voor play-offs. Van Jens Kloonstra. Dat was een ander jaar, maar... En het shirt van Kenneth Omero toen hij toen voor de Afrika Cup speelde. Dat was de finale. Heb jij hier gewoon even liggen? Ja, die heb ik hier even liggen. Toen mijn vader nog trainer was in de jeugd, keek ik al veel wedstrijden. En toen ben ik op een gegeven moment gevraagd om daar te gaan voetballen. Eerst stage gelopen. Ja, ik mocht daar voetballen. Maar hij speelde zelf bij KMD en daar hebben ze hem gewoon gescout. En daar scoorde hij elke week aan de lopende band. En toen kwam de vraag bij mij of ik was toen inmiddels hoofdtrainer van ADO, of ik het een goed idee vond om hem bij ADO te plaatsen. Nou, toen heb ik wel echt gewoon eerlijk gevraagd aan de scouting destijds van, is die wel goed genoeg? Of doen jullie dat om mij te plezieren? Want ja, daar doe je mij niet geen plezier mee, maar ook hem niet. En toen verzekerden ze mij van, hij is echt wel goed genoeg, want we willen daar geen ruzie met jou over krijgen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom hij bij ADO is komen voetballen. En ik weet nog wel het eerste moment dat hij daar bij het oude kleedkamergebouw, dat is nu weg, gelukkig, want daar hebben ze wel een mooie renovatie hebben ze daar gedaan, dat hij daar die trap afliep. En toen had ik wel zoiets van, nou is het wel, dat was wel een kippenvel moment voor mijzelf, omdat ik dan mezelf herkende van 30 jaar geleden. Ik liep ook met een heel veel te grote nu liep ik daar, want ik was ook niet de grootste, liep ik daar die trap af. En dat zag ik nu bij hem ook, dus dat was wel een heel mooi moment. Ik speelde onder 16 van ADO. Op een team, van de spits. En mijn trainer is Martijn Reuzen. Ja, die gaat ook. Ja, kom. Ja, zijn grootste kwaliteit is denk ik zijn inzicht, zijn gevoel voor de diepte. Dat is een kwaliteit die je bijna niet kunt leren. Links en rechts trappen kun je goed leren, rechts kan hij goed trappen. Maar op het juiste moment vertrekken, op het juiste moment de juiste bal geven, dat heeft met inzicht te maken. Dat is belangrijk. En ik vind dat buiten dat hij goed kan voetballen, vind ik ook dat hij de mentaliteit heeft om uiteindelijk het eerste elftal van ADO te halen. Dat is wat hij wil, dat is zijn droom. Dat hopen we allemaal. Daar laat hij veel voor en daar doet hij heel veel voor. Dus hij heeft ook de mentaliteit om het uiterste eruit te halen. Dus ja, die combinatie bij elkaar, ik hoop dat die genoeg is om het eerste te halen. Maurice Steijn speelde als jongen in hetzelfde elftal als Lex Schoenmaker junior, die al jaren actief is binnen de scouting van de club. Ook Schoenmaker junior ging als klein kind mee naar het Zuiderpark, aan de hand van zijn vader. En zijn vader is een van de beste voetballers die ADO ooit gehad heeft. Er komt Lex Schoenmaker. En nu dacht ik even naar buitenspel. Van Jol wordt niet gegeven. Van Leeuwen staat achterin bij die tweede paal. Daar komt hij weer. Schoenmaker, goal! Op deze foto is Schoenmaker senior assistent van trainer Rob Baan. En tussen al die bekende gezichten stond toen ook al kleine Lex. Hij ging dan met mij mee, want je praat over de jaren 81, 82. Toen was hij 6. Want hij is 75 geboren, dus was 6 jaar. En toen speelde hij nog, maar toen ging hij vaak mee. En ik kwam natuurlijk op plekken waar mensen niet zomaar naar binnen konden. Dat was natuurlijk best wel apart. Later als je dan hoort Aad Mansveld en hij en bijvoorbeeld Henk van Leeuwen. Nog een aantal van die grote Aad Kila, van die grote spelers voor Den Haag. En dat later besef je dat pas echt, dat je daar gewoon tussen hebt gelopen. En toen zat de toenmalige doelverdediger Wim Koek, heb je misschien wel eens van gehoord. Ome Willem. En die zat dan voor de bar en dan zei hij van, ja maar je moet hem opgeven vader, want hij kan lekker voetballen. Ik zei, ja, maar hij is nog niet, hij is nog geen 6 jaar. Nou, dat maakt niet uit, dat geven we wel een beetje dispensatie. Dus. En toen ging dat zo rollen. En toen is hij bij de Effies gekomen.
Een ander icoon uit de bloeiperiode van de club was verdediger Aad Mansveld, die bijna 25 jaar geleden overleed. Ook zijn zoon, Ruud, is al jaren in dienst van ADO. Tegenwoordig als manager communicatie en merchandise. Om als zoon van de aanvoerder het beroemde rood-groene shirt aan te mogen trekken, was een bijzonder moment in huize Mansveld. Ja, dat was heel speciaal. Maar ik moest dat weet ik ook nog goed. Ik kreeg pas het shirt als ik mijn eerste zwemdiploma haalde. Daar werd ik mee getriggerd. Dat weet ik ook nog goed. Maar dat was iets magisch, iets speciaals. Dat is heel, heel bijzonder is dat. Hoe vond je vader dat? Ja, die was trots. Maar het was geen vader die langs de kant stond en te schreeuwen en te blerren. Hij stond vaak in een hoekie en dat niemand nog ineens door had dat hij er was. Was de vader Lex Schoenmaker een strenge coach voor zijn zoon? Of juist helemaal niet? Te streng. Te streng? Ja, als je zelf zo goed bent geweest en je gaat het ook verwachten van iemand anders, dan komt er bij mij druk. En nu is dat makkelijk, omdat je denkt van ja, daar lach je nu om. Maar toen niet. Ik denk dat ik daar wel last van heb gehad. Het is heel moeilijk. Omdat ze gaan je altijd vergelijken met je vader. En dan heb je nou een vader die gewoon een derderangs voetballer is, waar er 100 van zijn, dan maakt het niet zoveel uit. Maar als je vader extreem goed is, of nog werkzaam is in de voetballerij, want die heb je nu heden ten dagen ook, ja, dan is dat denk ik lastig. Nou, ik laat hem wel heel veel gaan. Ik laat hem wel heel veel zelf doen. Dat deed ik eigenlijk zeker toen ik 3 jaar hoofdtrainer was en hij daar speelde, heb ik me er eigenlijk helemaal nooit mee bemoeid. Hier wonnen ze een beker. Ik weet niet meer, maar toen was ik hoofdtrainer van ADO en ik zou die beker uitreiken op die dag en hij was aanvoerder van zijn ploegje. Dus dat was wel een hele leuke, aparte dag. Ja, ik wilde gewoon dat hij ook het beste uit zichzelf zou halen. Terwijl hij daar echt, hij had de aanleg daarvoor, hij had een fantastisch linkerbeen, dus die waren al heel weinig. En dan ben je toch wel kritischer, denkelijk, naar je eigen kind toe als naar andere spelers. Ja, misschien een fout gemaakt, want ja, je kan dat natuurlijk je eigen kind niet vergelijken met jezelf, want dat is helemaal niet zo en dat kan ook niet. Zeker als ze jonger zijn, staat het plezier altijd voorop en dat heb ik altijd veel bij hem gezien. Maar nu komt hij toch om een leeftijd. Hij wordt 15 dit jaar, dat hij, nu gaat wel het serieuze werk beginnen. Dus natuurlijk, je probeert hem af en toe een tip te geven. Tegenwoordig is het zover dat ze de eigen videobeelden kunnen bekijken. Nou, dan kan ik hem mee helpen. En ik probeer hem alleen maar te stimuleren door met name de dingen waar hij goed in is, dat hij juist die moet blijven doen. Maar ja, ik was ook, zeg maar, beginnend trainer, dus dan... En nog een keer was de druk ook, omdat ik had toen een paar elftallen. De D1, de C1, de A1. Dus ik was continu met jonge mensen bezig. Terwijl mijn eigen zoon daar een beetje de dupe van geworden is. Als je 20 wedstrijden speelt en je bent 19 wedstrijden uitblinken en je bent 1 wedstrijd minder, dan wordt er natuurlijk al gauw gezegd, hij is het zoontje van en daarom dit of daarom dat. En ik heb toch wel in het... bij heel veel kinderen al gezien die de vader voetballer waren, die dat toch wel... Ja, onderdoor zijn gegaan is misschien een groot woord, maar daar wel geestelijk mee in de knel zijn gekomen. Ik was er een beetje klaar mee. Al dat gezeur steeds van toch met de naam en je zit daar daardoor. Dus een beetje vriendjespolitiek en kom ik niet zo goed tegen. Ik was 16,5, toen werd ik eigenlijk min of meer afgekeurd. Toen moest ik noodgedwongen 1,5 jaar, 2 jaar stoppen. Ja, dan weet je eigenlijk al, ik niet op die leeftijd, maar ik denk dat mijn vader wel al wist van dat wordt wel heel lastig. Je hoopt het, maar je weet dat het, zeg maar, niet altijd lukt. Nou, ik ben niet gestopt met voetballen, maar ik heb het toen wel, dat wereldje, daar heb ik wel vaarwel gezegd. Ik heb zelf tegen Frank Lampard gespeeld. Als je dan later zijn zoon terugziet... Bij Chelsea, ja, dat is natuurlijk, en bij West Ham, ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè, dat zoiets had ook gekund, maar uiteindelijk ben ik wel super tevreden zoals hij zich ontwikkeld heeft. En ik laat het natuurlijk niet altijd blijken, maar ik ben er wel trots op dat hij in de voetballerij doorgegaan is. Want er zijn dingen dus die hij weer haarscherp ziet, waarvan ik denk van, nou, het zal wel.
tijden veranderen. De omstandigheden waarin jonge voetballers het vak wordt geleerd, worden continu verbeterd. Maar nog altijd staat het plezier voorop. Een dinsdag of een donderdag, als ze twee keer trainen, dan worden ze opgehaald bij school. Nou, dan begint, vind ik eigenlijk altijd, dat moet al de lol beginnen als je in die bus stapt. En dan hier aankomen. En dat vind ik eigenlijk waar wij mee bezig zijn. Dus als ze hier de brug overkomen, dat ze het gevoel hebben van yes, weet je wel. Yes. Dat ze dat logo zien en dat ze denken van jeez, nou ga ik lekker trainen. Alle jongens krijgen een lokker. Het allerbelangrijkste wat we daarmee kunnen doen is dat ze hun telefoon inleveren in deze maatschappij. Jongens die communiceren met elkaar. Ze praten met elkaar, ze kijken elkaar aan. Het is een totaal andere vibe wat er op een gegeven moment hangt als niet iedereen meer zo zit te kijken. En ze kunnen zich concentreren en focussen over waar het nog over gaat. En dan is het voetballen. En door, pressen, en door. Lijn over, rug. Trainen, dus individueel trainen. Dan komen ze binnen, gaan ze naar onze kantine. Dat is allemaal netjes geregeld. Daarna dan gaan ze studeren. Daar gaat het allemaal om. En dan zie je ook dat het studeren, dat is ook dan niet vanzelfsprekend, maar het gaat makkelijker. Het gaat veel en veel en veel makkelijker. En ze ook faciliteren in waar het nu om gaat, is ze bekijken beelden. Het is goed als je doet, dat die boom niet helemaal goed is. Maar je aanname meteen opendraaien. Kijk hoeveel gevaar het is. Door heel simpel ertussen te staan, is het perfecte moment. De cultuur moet zo vrij zijn en zo open zijn dat ze bij elkaar kijken. Dat ze bij elkaar kijken, joh, laat eens bij jouw beeldjes zien. Hè. Dat, die sfeer en die omgang met elkaar, dat moet een hele mooie dag voor die jongens zijn. Over mooie dagen gesproken. Een thuiswedstrijd van ADO Den Haag is zo'n dag. Koos en Anthony Roeg slaan geen wedstrijd over. Nou ja, het is het sport zo. Voor en na de wedstrijd komen hier sporters bijeen en dan maken ze een praatje. Voor de wedstrijd meestal over wat ze hebben gedaan die dag en zo. En dan na de wedstrijd praten ze over of ze vieren feest of ze praten nou over hoe goede wedstrijd is gehad. Ik doe het supportersbeleid en dat is zeg maar ja, van de prijs van toegangskaart of seizoenkaarten tot aan overleg met de gemeente en politie over de maatregelen die er rondom supporters genomen moeten worden en alles wat daartussen zit. Ga je heen? We hebben een goudje, een goudje en een kleine. Een goudje? Echt? Ja? Nee, gek. Jij? Ja. Toen ik begon, en dat is 16 jaar geleden, was mijn opdracht om het rustig te krijgen rondom het voetbal bij ADO Den Haag. Dat was ook wel nodig. En de opdracht zeg maar, is inmiddels om het rustig te houden. En dat is wel het ding wat wezenlijk veranderd is. Ik denk dat de supporters echt veel beter imago hebben dan jaren geleden. Waar die jongens maar net over aanspraken, over iemand die zeg maar, voor de stad heel veel heeft betekend, voor de club alles heeft betekend. Dus hier, Dick Heumeyer. En die heeft ook weer die ziekte. Die vanavond kijkt hij thuis nog. Maar hij zit echt in de laatste fase van zijn leven. En die jongens die eren hem vanavond. Het leukste is wel dat je zeg maar, van je hobby je werk hebt kunnen maken. Weet je, dat hoor je heel vaak voetballers natuurlijk zeggen. Dat, misschien zal hij dat ook zeggen. Maar ja, voor mij geldt dat ook. Ik bedoel, mijn hobby was ADO Den Haag. En mijn werk is nu ook ADO Den Haag. Hebben jullie nou samen één grote droom? Nou ja, ik denk ik ADO 1 en ja. Mijn broertje. Ik denk dat dat wel een grote droom is voor ons twee. Ja. Ja, tuurlijk. Dat is wel de droom. De droom is ooit zijn debuut. En ik heb wel eens eerder gezegd, weet je wel, al zou hij alleen maar warm lopen, zou ik het helemaal fantastisch vinden. Maar ja, de droom is wel ADO 1.
Spelen voor je favoriete club. Voor sommige voetballers is die droom inmiddels al uitgekomen. Ik woonde vlakbij het Zuiderpark en ja, toen ik jong was, dan hoorde je eigenlijk al het stadion. Als Adel moest voetballen, hoorde je het publiek. En ja, dat was al, als kind was dat al ja, fantastisch. Toen ik 10 was, toen ging ik dus naar de jeugdopleiding. En toen kregen we allemaal 2 seizoenskaarten. Dus ik zat eigenlijk elke vrijdag, of als de Eredivisie speelde, zat ik zaterdag of zondag op tribune met mijn moeder of met mijn broer of eigenlijk of met mijn teamgenoten. Ja, ik vond dat geweldig, want als je dan in die hoek daar, dat deden altijd de wisselspelers deden altijd die hun rondo. En dan stonden wij als klein ventje stonden we altijd bij die gasten van het eerste. En ja, dat was geweldig. Dat was echt kicken. Tommy Beugelsdijk is uitgegroeid tot vaste waarde en publiekslieveling van ADO Den Haag. Maar de weg naar het eerste elftal was lang. En zeker niet altijd makkelijk. In de jeugd ga je natuurlijk elk jaar krijgen ze een beoordelingsgesprek. En dan krijg je te horen ja, of je mag blijven. Nou, dat vind ik, ja, vond ik al spannend, weet je wel. Want ook omdat ik in de jeugd niet altijd vaste waarde ben geweest. Omdat de jongens op dat moment gewoon beter zijn. En dat is ook een moeilijk moment natuurlijk als de trainer hier dan op de bank zit. Hij is ook een voorbeeld voor ons als trainers. Iedere keer... dat beeld terug van hey, wat heeft hij nou gespeeld, hoe vaak heeft hij gespeeld, heeft hij veel op de bank gezeten. En dat hij het uiteindelijk toch haalt. Dus dat zijn hele goede voorbeelden dat je dus daarin goed moet blijven nadenken. Alle jeugdspelers van ADO worden persoonlijk begeleid met een persoonlijk ontwikkelingsplan. En ook de ouders worden daarbij betrokken. Een popgesprek is een individueel gesprek tussen de trainer en de speler. Welkom grote vriend. We hebben vandaag even het popgesprekje. En wat absoluut het allerbelangrijkste is, vind ik altijd, is de eerste vraag. Hoe vind jij dat het gaat met jou bij ADO in de opleiding en waarom? Nou, ik heb veel vrienden. Ik vind het leuk. Ja, dat is het. Dat is wel belangrijk, toch? Ja. Veel vrienden en het leuk hebben. We zijn wel heel eind op weg. Wat vind je het leukste om te doen bij ADO in de opleiding? Wedstrijd spelen. Logisch. Toch? Wedstrijd is toch wel het mooiste? Durft hij dingen te roepen? Durft hij echt zichzelf bloot te stellen? Het aanspeelbaar zijn bij teamfunctie aanvallen heb jij voldoende, vond ik ook. Waarom heb je daar voldoende en waarom is dat nog niet heel goed? Kan je mij daar een idee staan? Kijk er altijd naar. Ja, je kijkt ernaar. Dus je bent eigenlijk, je kijkt naar die bal, naar toeschouwer. Spelen lekker langs elkaar, heerlijk. Oh, gaat goed zeg. Oh, wacht, ik moet ook nog even meedoen, toch? Waar sta jij? Daar. Oké, hartstikke goed. En waar is de bal? Daar. Durft hij te zeggen hoe hij in het elftal staat? Wat kunnen wij nog verbeteren? Nou, laten we hem even lopen. Mooie actie. Ik laat hem lopen. Hé! Hey! Ik had zo moeten staan. Als ik zo stond, had ik zo moeten staan. Ja. Maar ik heb hem gezien meer. Iets meer op. Eigenlijk heel mooi dit, toch? Mm-hmm. Op dat moment bouw je. Nou, als jij dus open had gestaan en je had hem gezien, hadden we het opgelost, toch? Goed gedaan, man. Wij maken keuzes. Ik vind ook dat wij hele, ook hele onnatuurlijke dingen doen, hè, met een kind. We halen ze hierheen en wij kunnen ze na 2 jaar kunnen ze wegsturen. Nou, dat is onwijze impact. We geven hem hier iets waar ze ja, hun droom. En dan moeten we ook na 2 jaar, bij wijze van spreken, hun droom afpakken. Nou, dat moeten wij dus heel goed. Daar moeten wij heel goed van bewust zijn. En we proberen dat wel zo goed mogelijk te doen. En daar komen ouders natuurlijk om de hoek kijken. Je hebt ook mensen die zeggen altijd dat misschien hun eigen kind altijd het beste is, weet je wel. Maar ja, of dat altijd goed is. Ik weet natuurlijk dat mijn moeder zei altijd, bij wijze van spreken, van ja, die jongen ja, die nu op je plek staat, is gewoon op dit moment beter, Tom. En ja, dat is realiteit. Maar dat hoeft niet te betekenen dat jij over een jaar nog steeds minder bent, weet je wel. En nou, daar haal je dan een stuk hoop uit en dan moet je gewoon op de training laten zien dat je ja, gewoon altijd gaat en nooit opgeeft. En dat was ook de reden, denk ik, dat de trainers me toch wel weer naar het volgende jaar lieten gaan. Tommy Beugelsdijk zette door, hield vol en haalde uiteindelijk het eerste elftal van ADO Den Haag. Ik viel eerste keer viel ik een minuut in. Dat was bij VVV ADO was dat. Onder Marie Stijn mocht ik een minuut of 2 minuten invallen. Ja, het was spannend, maar die bal ging maar niet uit. En dat was
ik heb één bal gehad die ik eigenlijk kon aannemen, maar toen stopte ik en dan deed ik maar, ging ik maar glijden naar die bal. Gewoon dat ik hem geen risico nam, ik durf hem niet aan te nemen. Ik denk die bal moet gewoon weg, die schoot ik voor mij de koel uit. Dus dat was wel heel spannend en daarna kreeg ik eigenlijk door blessureval van Gabo Horvat kreeg ik een basisplek hier. Dat was hier tegen Ajax was dat en dat hoorde ik dan, mocht ik toen nog tegen niemand zeggen. Maar toen zei de trainer al van je gaat morgen starten. Nou ja, dat had hij beter niet kunnen zeggen natuurlijk, want dat tegen Ajax ook nog eens, weet je. En... Holland trapt toe. Van Meer kan er niet uit en nu zit hij er wel in. En wat eenvoudig valt de goal van ADO Den Haag. Op dat moment kan me heel weinig herinneren. Ik weet dat ik zo blij en boos en weet ik het allemaal. Ik was zo wild in mijn hoofd. En... In eerste instantie, als ik het ook terugkijk, dan zie je ook dat ik die goal maak en dat ik het eigenlijk eerst niet eens besef. Ben ik eerst heel, heel relaxed en dan denk ik, wauw, gescoord. En dan boef, ja, dan ben ik net een tijdbom. Ja, dat vergeet je nooit meer. En uiteindelijk speelden we 1-1. En je weet ook in de voetballerij, je hebt ook een stukje geluk nodig. Normaal, als je historisch kijkt, natuurlijk, je kan punten pakken tegen iedereen. Maar ik weet wel, als ik die wedstrijd had verloren, dan zou de eerste jongen zijn die geslachtofferd was. Logischerwijs de jongste jongen, weet je wel. Stel we hadden 3-0 verloren, dan weet ik ook dat ik die week daarna niet had gespeeld. Tenminste, dat zit in mijn hoofd, want dat denk ik. En we speelden 1-1, 3 dagen later voor de beker, wonnen we ook. Nou, en daarna ben ik eigenlijk bijna nooit meer uitgegaan. Oké, luister even. Deze blijft hetzelfde. Middenman heb je niet, maar je gaat wel komen. Staan, achterwaarts, instappen en loskomen. Ook de keeperstrainingen in het Zuiderpark zijn in handen of handschoenen van een echte ADO-man. Leo de Boer stond eind jaren 80 zelf onder de lat en schopte het tot het eerste elftal. Ik kwam er als supporter, kwam er al kijken. En dan na de hand mag je natuurlijk weer daar spelen. Dus ik heb daar een hele leuke tijd aan overgehouden. Ik heb het Europees voetbal meegemaakt toen een tijd met Oeipest Dossa en Young Boys, waar ik ben mee geweest. Dus ja, dat was voor mij een hele leuke periode. En ook hier herhaalt zich de geschiedenis. Leo's zoon Rodi doet er alles aan om eerste keeper van ADO Den Haag te worden. Ja, ik ben nu derde keeper. Ik heb nu 2 keepers voor me, Swinkels en Setkoes. Ja. Zijn goede keepers, ervaren keepers. Daar kan ik heel veel van leren nog. Oké, kom maar. Laat me zien. Kom maar. Hop. En was. Ja, stijlvol. Prima. Hop. Ik begon op 9-jarige leeftijd. Dan was het FC Den Haag, hier in het stadion achter. Nu de school aan het worden is. En dan kom ik vanaf de amateurs RKVV. Werd ik... Ja, naar FC Den Haag toe gehaald. Via Pim van der Meek was onze trainer toen de tijd. Ja, ik weet dat hij niet heel veel heeft gekiept. Ik weet wel dat hij 1 wedstrijd heeft gekiept, PSV. Daar is hij zelf, was hij zelf niet heel blij over. Hij verloor 9-1. Koeman, het is 4-0, maar met de hulp van de muur van Den Haag. Dat wel, die bal werd van richting veranderd. Ja, die weet ik ook nog wel. Dat was 9-1. Maar dan moet ik ook wel zeggen dat PSV dat jaar... Europees kampioen werd. En daar speelden Van Breukelen, Erik Gerrits, Lerby. Ja, dat was gewoon een topelftal toen. Vanenburg heeft nog niet gescoord. En wil natuurlijk ook best meedoen. Dat was nummer 9. En met nog een dikke 10 minuten zit de 10 er dus nu in. Gerrits, oh wat zou dat voor hem mooi zijn. Nee, de paal, hoe is het mogelijk? Keeper Leo de Boer viel later nog eens in als spits tegen RBC onder trainer Co Adriaanse. Hij scoorde helaas niet. En nu is dus alle hoop gevestigd op Rodi. En niet voor niets. Hij doorliep de hele jeugdopleiding en mag inmiddels ruiken aan het grote werk. Ja, als je hier al vanaf de F's voetbal als keeper, dan is het wel een jongen die echt als eerste, denk ik, als eerste Haagse keeper, hopelijk, in het eerste koel van ADO. Op het begin merk je daar eigenlijk niet zo heel veel van. Is het gewoon ja, leuk dat je er speelt en zo, maar de laatste jaren ga je wel beseffen van... Dat je best wel ver bent, zeg maar. Dat er best wel een kans is dat je profvoetballer dan kan gaan worden, zeg maar. Ja, ik zou beginnen in een debuutje dat je niet gelijk tegen PSV hoeft te beginnen. Dat hoeft denk ik nog niet. Mijn droomdebuut zou zijn thuis tegen Ajax. Vol stadion. En laatste minuut 1-0 winnen.
Het zou wel echt een droomdebuut zijn. Nou en of. En over droomdebuut gesproken, daar kan de jonge man hier rechts, naast Rodi de Boer, wel over meepraten. Ook hij komt uit de jeugdopleiding en kende begin 2016 een echt origineel droomdebuut. We hebben hier ook een speler ook opgehangen die eigenlijk waar die de jongetjes kennen. Waar ze ook mee in de kleedkamer hebben gezeten. Die zien ze in één keer halen. En denken ze, zo hé, dat kan dus ook. Dus het is dichtbij. Het is dichtbij wat je kan halen. Ja, Dennis van der Heijden die kwam bij Excelsior erin. Dat was heel grappig. Er zaten twee mensen van Den Haag achter mij. Die vroegen van, joh, wie is dat? En toevallig had ik het gehoord. Dat volgens mij Rankovic hem rijp vond om zijn debuut te maken. Daar is hij gelijk, van der Heijden. Oh, wat een invalbeurt! Geniaal! Zijn eerste balcontact. Dennis van der Heijden, 2-2. Ik vond dat geweldig. Ik bedoel... hij had voor mij één keer meegetraind, niet eens met de selectie. Of voor mij was hij wel op het veld, maar hij deed niet eens mee met de partijen voor de dag voor de wedstrijd. Dit is toch, ja, zelfs mooier dan een jongensboek, jongens. Kom op, dit kan helemaal niet. Een geniale goal. Toen ben ik naar Hansen gelopen en ik zeg tegen Hansen, hoe heet die gozer eigenlijk? I don't know, man, I don't know. Dus ik wist niet eens hoe hij van zijn voornaam heette, weet je. Havenaar. En daar ziet hij van der Heijden doorkomen. Dat gaat toch niet gebeuren? Het gaat wel gebeuren! Dennis van der Heijden met zijn tweede! Wat een sensatie op Woudestein! En die sensatie heet Dennis van der Heijden. Dit is ongelooflijk. Dit is een scenario voor de mooiste voetbalfilm die je kunt bedenken. Nou, maar wie ben je eigenlijk? Stel jezelf eens voor. Ik ben Dennis van der Heijden. Ik speel normaal ook in de AI van ADO Den Haag. En eigenlijk mijn eerste keer dat ik bij de selectie zit. En ik mocht invallen en ik denk niet dat ik het veel beter heb kunnen doen. Ja, als je dat daarna gelijk natuurlijk in de kleedkamer. Ja, het is voor hem geweldig. En ik denk dat iedereen iedere keer een speler triggert. Van het is dus echt haalbaar. Het is echt haalbaar, want ik ken hem. En verleden jaar heb ik hem nog gezien. Toen was hij hier aan het trainen. En nu is hij daar en komt hij op de televisie. Dus die lijn is zo kort en zo direct. En daar vangen we zo eentje ook neer. Dan kijk je wel als vader. En dan hoop je dat ze dat ooit een keer zo meemaakt. Wat vind jij? Schoten met links binnen. Nou, we hebben hier... medische staf in het krachthonk. De basis van het leven is bewegen. En wij moeten zorgen dat als ze hier komen, dat ze daar dus aan alle facetten voldoen. Vroeger noemden ze dat lichaamsscholing. En dat doen wij nu op onze manier met de kennis van hedendaags. Azar, jij mag beginnen. Als je er klaar voor bent, systeem is er klaar voor, dan mag je beginnen. Oké, kom aan Azar. Kom aan. Stille. Volle bak, yes, heel goed. Wij zijn 3 jaar geleden hiermee begonnen. Toen merk je, het was redelijk nieuw in de opleiding. Dus dacht je van, ja, wat is dat nou? Dat performance en looptechniek en kracht en stabiliteit en mobiliteit. En duelkracht doen we ook bijvoorbeeld. En gekke spelletjes allemaal. Maar je merkt nu steeds meer dat kinderen inzien dat ze daardoor ook beter worden. Dus dat de coördinatie wordt daardoor beter. Ze gaan gewoon beter bewegen. En dat zie je dus ook terug in het voetbal. Oh, 3,84. Mooi. Kijk eens. Een stuk sneller, heel goed. Lekker gedaan. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Na het verlies tegen Sparta wacht nu een nieuwe wedstrijd voor de onder 16. Maar dat is wel een stukje rijden. Opstaan, we moeten naar Kerkrade. Als je een muur hebt hier zo, kijk, dan ligt hij al in het stadion. Koos en Anthony zijn overigens niet de enige ADO-fans in huis. De kleine Shay is ook al besmet met het groen-gele virus. Daar ligt ADO-stadion en hier zijn allemaal plaatjes. En daar komen bekerschool en zo. En hoe kan het ook anders? Shay heeft dezelfde droom die zijn grote broer vroeger had. Bij ADO te gaan voetballen.
Jongens van onder 16 zitten nog op school. Maar sommigen zijn deze week op reis geweest met de klas. En dat is ook mooi. Hoe was het? Leuk. Ja, heb je gedragen? Nee. Of ben je nog bij de meiden beland? Zet bij mij. Ja, en? Juist, ja. En de trainer wil trouwens ook nog even weten hoe het ontbijt was vanochtend. Willem, wat heb jij gegeten vandaag? Nee, goed. Goed, suikergoed. Krakotjes. Krakotjes, dat zijn die, die krikketjes. Oké. Okay. De weg naar het profvoetbal is lang. Net als de weg naar Kerkrade. En dan kan het ook nog zo zijn dat je niet eens speelt. Nou ja, ik denk ook wel speel, maar denk tweede helft. Ik ben met school naar Parijs gegaan. Dan hebben we een afspraak gemaakt dat ik niet helemaal zou spelen. Vorige week een bananenschilletje, noem ik het. Ja, vandaag gaan we lekker weer aan de winnende kant zitten. Dat geloof moet er zijn en dat geloof is er. Ja? Oké, kom aan, boys. Kom aan, man. De shirts waarin de spelers het veld op komen, bezorgt sommige toeschouwers een nostalgisch gevoel. Ja, dat is, ik vind dat zo'n waanzinnig mooi tenue. Dat uittenue van ADO, dat hadden we ook in het jaar dat we Europees voetbal haalden. En dat shirt heb je gezien bij Sam in zijn kamer. Het shirt van Boelekin is ook het soortgelijk tenue. Ja, en dat is echt het oude ADO-tenue. Dus daar liepen wij vroeger als kind zijnde in. Dus dat is mooi dat de jeugd erin loopt. Maar ook dat de eerste elftal daarin loopt. Dus het thuistenue is mooi, het groen-geel is mooi. Maar ik vind dit ook een waanzinnig mooi tenue. Andere kant! Goeie bal, Ken. ADO onder 16 is sterker dan Roda. En er zijn veel kansen. En vlak voor rust wordt deze goal van Sam Stijn afgekeurd vanwege buitenspel. Onterecht uiteraard. Ja, volgens mij was het geen buitenspel. Hij schoot hem goed binnen. Dus, hij speelt sowieso lekker. Hij heeft een aantal mooie passes gegeven. Dus hier kan ik ook wel weer van genieten. In de tweede helft valt hij eindelijk. Joppe Dekker, kopraak. Na een vrije trap van Sam Stijn. En na een uur valt Anthony Roeg in. En dat pakt goed uit. ADO wint met 2-0 van Roda JC. Het doel was hier om te winnen. De reis zal nog steeds heel erg lang zijn, Maaike Mulder. Maar het is wel lekker het gevoel om weer aan de winnende kant te zitten. Dus goed gedaan en ja. Uiteindelijk proberen we bij de eerste drie te komen. Dat geeft ons recht om na de winterstop met de hoogste jongens, om tegen de beste clubs te spelen. En dat is op dit moment ons doel. En we zitten op een goede koers. Dat die muziekkeuze niet helemaal in de lijn van mijn muziekkeuze ligt, dat moet ik dan maar voor lief nemen. Prima. Jonge voetballers op reis. Allemaal op weg naar dat ene doel. En deze film bevat wellicht historische eerste beelden. Maar van wie? Dat weet nog niemand. Ik zeg altijd, je moet genieten van de reis. Dus je moet niet genieten van de eindbestemming. De reis moet ook mooi zijn. En de reis is ook iets wat wij ze meegeven. Wij vullen een rugzak voor je.
Wij vullen een rugzak met informatie en uiteindelijk word je autowijs genoeg. Wat heb je nodig in die rugzak om betaald voetbal te halen? Dat moet je zelf uiteindelijk bepalen. Kijk, tuurlijk, want als ze bij hun op school komen of bij hun amateurclubje, dan zijn ze allemaal de man. Maar ze moeten wel doorgaan en eigenlijk het hier laten zien dadelijk. En dan moet dat goed komen. Maar ja, het zegt nog niks.